definieert je kleur. Het definieert je krullen. Welkom op mijn kanaal. Vandaag gaan we natuurlijk kroeshaar ervaren. Een paar video's geleden heb ik je laten zien hoe je het beste kunt doorvlechten of invlechten. Vandaag gaan we die techniek gelijk in praktijk brengen. Als je kijkt naar mijn haar, ik heb nu een doorvlecht-out gedaan of een invlecht-out of een cornrow-out, hoe je het ook wilt noemen. Het is eigenlijk heel simpel. Als je kunt doorvlechten, vlecht je eigenlijk je haren door. Je wacht een paar uur totdat ze droog zijn. Dat is dan in het geval dat je je haren hebt gewassen voordat je de doorvlecht hebt gedaan. Als je haren droog zijn, maak je ze weer los. Je fluft ze een beetje en dan krijg je dit resultaat. Om deze look te bereiken heb ik gebruik gemaakt van de Curls Blueberry Bliss lijn. En ik zal kort ingaan op de producten die ik heb gebruikt en je ook laten weten wat voor effect het heeft op mijn haar. Zonder je nog langer in spanning te houden, laten we beginnen. Mijn haar heb ik gewassen met de Curls Blueberry Bliss Reparative Hair Wash. Hele mond vol, maar goed. Zij geven aan dat het een sulfaatvrije shampoo is en dat het werkt als een cleanser. Dus dat is een beetje een iets stevigere shampoo, als ik het zo kan zeggen. Dus het reinigt je haar heel goed. Daarnaast geven ze aan dat het je haren verzacht, dat je je haren ermee kunt ontklitten, dat het je haren hydrateert. En terwijl hij dat allemaal doet, zorgt deze shampoo er ook voor dat het schade herstelt en dat het je haar beschermt tegen afbreken en dat het je haar helpt te groeien. Nou, hele goede beloftes eigenlijk, niks mis mee. Ze hebben er bosbessenextract, aloë en kamille-extract erin verwerkt. De instructies hoe je het moet gebruiken. Zij geven aan dat je eerst je haren goed moet wassen of spoelen. Daarna moet je het één keer gebruiken voor je hoofdhuid. Goed masseren. Daarna moet je het uitspoelen. En dan ga je nog een keer per section. Nog een keer per section. Moet je dan de shampoo weer aanbrengen en dit keer dan je haren ermee wassen. Ze geven ook aan dat je je haren ermee kunt kammen. En ze adviseren je om de shampoo 10 minuten in je haren te laten. Daarna kun je het wassen en hun conditioner gebruiken. Ik ben dit ondertussen aan het vertalen. Dus het is niet dat ik niet kan lezen, maar ik ben het in ieder geval in het Engels aan het lezen en in het Nederlands aan het vertalen. Dat verklaart dus waarom het 2 keer duurde voordat de shampoo echt goed ging schuimen. Ik heb het niet zo lang gebruikt om te kunnen zeggen dat het je haren laat groeien, beschermt en herstelt. Wat ik wel heb gemerkt is dat het moisturizing was, want mijn krullen die begonnen echt tot leven te komen, zelfs tijdens het wassen. Dus dat geeft aan dat ze goed gehydrateerd werden, dus dat is een pluspunt. En ik kon ook voelen dat mijn haren goed schoon werden. Het werd niet overdreven gereinigd dat het echt kurkdroog achterbleef. Maar er waren geen productresten meer in mijn haar. Dus dat is goed, dat is wat die shampoo hoort te doen. Heb ik gemerkt dat het je haren verzacht, dat je je haren kunt ontklitten ermee en dat het je haren hydrateert? Ja, het ontklitten. Ik ontklit mijn haren nooit tijdens shampoo, dus dat heb ik niet uitgeprobeerd. Misschien kan je het zelf uitproberen, maar ik heb niet uitgeprobeerd of je je haren ook echt kunt kammen tijdens het wassen met deze shampoo. En het rook lekker. Ik ben niet iemand die houdt van hele erge penetrerende geuren. Een geurtje vind ik niet erg, maar het moet echt niet zo overheersend zijn. Het heeft een zachte bosbessenachtige geur. Maar het kan ook niet anders, want het is een Blueberry Bliss lijn. Dit is de consistentie van de shampoo. Dit is dus de shampoo. Ook zacht. Niet zoveel bijzonders. Het is gevoeld gewoon als een shampoo aan. Conclusie: de shampoo doet wat het belooft.
Daarna heb ik de Blueberry Bliss Reparative Hair Mask gebruikt. En ik was eerst op zoek naar een conditioner. Want hier staat Hair Max. Maar toen kwam ik erachter dat deze lijn geen aparte conditioner heeft. De conditioner is de haarmask. Dus je kunt het ook als een deep conditioner gebruiken. Gaan we eens kijken wat zij beloven. Nou, deze conditioner belooft dat het een intensieve hydratatie geeft. Dat het je haren goed penetreert. En ze garanderen dat het helpt tegen het afbreken van je haar. En dat het je haren helpt te groeien. En er zit hier ook weer blueberry extract in, aloë en kamille. En weer geven ze aan dat dat bewezen is, in ieder geval wetenschappelijk bewezen is, om je haar te beschermen, herstellen en te laten groeien. Het moet je haar verzachten, je kunt je haar ermee ontklitten, het moet je haar hydrateren en het herstelt schade. Nou, in principe belooft hij hetzelfde als de shampoo. De instructies hoe je het moet gebruiken. Zij geven aan dat je eerst je haren moet wassen met hun shampoo. De shampoo uit moet spoelen. En daarna op nat haar de conditioner moet aanbrengen. En de conditioner moet masseren in je hoofdhuid. Ja, into the scalp. Daarna geven ze aan dat je je haren kunt ontklitten met een grote kam. En dat je het 15 minuten op je haar moet laten onder de douche. En als je het wilt gebruiken als een deep conditioner, dan moet je het 25 minuten op je haar laten. Nou, hier wordt niet gesproken over dat er hitte bij nodig is, dus dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb dus conditioner aangebracht op mijn natte haren, maar het heeft wel een zachte consistentie. En dat is niet verkeerd, maar ik ben gewend dat een conditioner, of in ieder geval een deep conditioner, net iets dikker is. Deze was niet zo heel dik, maar het penetreerde wel mijn haar. Ik heb het 25 minuten op mijn haar gelaten met een plastic zak zonder hitte. Want ik dacht, hier wordt geen hitte aangehaald, laat me het maar dan gebruiken zonder hitte. Nadat ik het 25 minuten in mijn haar heb gelaten, heb ik mijn haren ontklit. Het ontklitten, dat ging op zich makkelijk. Als ik het moet vergelijken met andere conditioners, dan had ik wel wat minder slip. En voordat ik het goed kon ontklitten, heb ik ook mijn haren een klein beetje natter gemaakt. Want dan kon mijn ontklitborst er makkelijker doorheen. Ik zag ook dat mijn haren krulden, dus dat laat ook zien dat het echt je haren hydrateert. Al met al dus een goede conditioner. Ik zou liever iets meer slip hebben, in ieder geval dat vind ik fijner. Maar in principe doet het wat het belooft op de verpakking. Na het wassen en conditionen heb ik de leave-in gebruikt. De Blueberry Bliss Reparative Leave-in Conditioner. En eigenlijk belooft het precies hetzelfde als wat de shampoo en de conditioner ook beloven. Dus even kijken naar de instructies. Zij geven aan dat je het moet gebruiken op nat haar. Maar je kunt het ook gebruiken op droog haar. En dit kan je doen elke keer wanneer je hydratatie nodig hebt. En het is goed om te gebruiken als een soort primer voordat je je haren gaat stylen. De leave-in conditioner vond ik echt een heel fijn product. Ik kreeg echt het gevoel dat mijn haren verzacht werden en ook goed gemoisturized werd. Het penetreerde mijn haar ook best goed. En ik denk dat het komt doordat de consistentie ook wat lichter is. Dat kan ik je ook laten zien. Even kijken. Zo. De consistentie van de leave-in is dikker dan die van de shampoo. En het is ook dikker dan de conditioner. En het penetreerde mijn haar ook echt goed. Wel grappig dat het dikker is dan de conditioner zelf. Maar goed, ik was heel blij met het product. Nadat ik de leave-in had ingebracht, had ik nog wel een kap op mijn hoofd gedaan. Of een plastic zak op mijn hoofd gedaan. Om ervoor te zorgen dat door de greenhouse effect de leave-in beter in mijn haar werd opgenomen. En ik zag dat dat ook goed heeft gewerkt. Conclusie, het is een goede leave-in conditioner. Het doet wat het belooft. Mijn haren werden er inderdaad zacht van en ook gehydrateerd. Ja, het was een hele fijne leave-in conditioner. Voor het vlechten, als styler heb ik dus de Blueberry Bliss Twist & Shout Cream gebruikt. Zij geven aan dat het je haren hydrateert, dat het glans toebrengt en dat het je haren laat definiëren. Op de eerste dag moet je de Blueberry Bliss Twist & Shout Cream gebruiken nadat je je haar hebt gewassen, geconditioned. En wanneer het nog nat is, moet je het op aanbrengen. En dan terwijl je het aanbrengt, moet je je haren vlechten of twisten of wat dan ook.
Daarna moet je ervoor zorgen dat je haar volledig gedroogd is. En daarna pas moet je je vlechten loshalen. Nou, dat heb ik gedaan. Glans heb ik. Definitie, daar ben ik het mee eens. Ik heb veel definitie, behalve hiervoor. Maar dat kwam omdat ik mijn haren of mijn vlecht niet goed los kreeg en ik ook een kam moest gebruiken. Dus ik heb er heel veel aan gezeten, waardoor het gaat frizzen of waardoor het gaat pluizen. Maar over het algemeen heb ik best veel definitie. En omdat ik niet veel haar heb, hou ik ervan om een klein beetje frizz te hebben, zodat dit net wat voller lijkt. Dus ja, de definitie, daar ben ik het mee eens. Het laat je haren wel goed gedefinieerd. Dat het mijn haren hydrateert. Ik denk dat het beter zou kunnen. Ik denk dat dit product, ze zijn allemaal heel licht en zacht en creamy. En dat geven ze ook aan. Maar ik denk dat het voor mijn haar net wat te licht is. Dus ik zou een wat dikkere product moeten gebruiken om net wat meer hydratatie te krijgen. Op dit moment heb ik een goede hydratatie. Maar ik denk niet dat ik dit zomaar zou kunnen volhouden tot een dag of twee, drie. Dan moet ik echt daarvoor al mijn haren weer gaan hydrateren. Dit is de consistentie van de crème. Het is niet echt waterig. Het is ook niet echt te dik. Het is best licht. Ook de styling cream, dus die twist and shout cream, die doet wat het belooft. Maar voor mijn haar is het net wat aan de lichte kant. Conclusie. Als ik kijk naar al deze vier producten, ze doen allemaal stuk voor stuk wat ze beloven. Dus dat is echt een pluspunt. Ze ruiken allemaal hetzelfde. Een beetje een zachte, zoete geur. Niet overheersend. Wat ik echt een pluspunt vind. Wat ik minder vind is dat het net niet genoeg hydratatie biedt voor mijn haar. Van alle vier was ik het blijst met de leave-in conditioner. En ik zou zeker ze alle vier nog gebruiken, maar wel in mijn achterhoofd moeten houden van oké, als ik deze producten gebruik, dan moet ik wel wat eerder mijn haren weer gaan hydrateren. Wat ik ook heel fijn vind aan al deze producten is dat ze aangeven dat ze geen sulfaten bevatten, geen siliconen, geen parabenen, geen artificiële, dus kunstmatige, ja, geen kunstmatige oliën of kleuren of geuren. Dus ja, wil je natuurlijke producten gebruiken voor je haar? Dan is dit zeker een goede lijn die daaraan voldoet. Heb jij ook deze Curls Blueberry Bliss lijn geprobeerd? Laat me weten hoe jij het hebt ervaren. En mochten er andere producten zijn die je wilt dat ik voor jou uitprobeer, laat me dat hieronder weten. Als dit video's zijn die jou aanspreken, dan zie ik je graag een volgende keer terug op mijn kanaal. Abonneer ook op mijn kanaal, zodat je geen enkele video mist. En tot de volgende keer!